Wat je gebeurd is. Volgens mij beginnen we met jou, Gerard. Kijk maar even. Wat en zo hadden we nog wel 3 uur kunnen vullen, hoor, Gerard Ekdom. Ja, de volgende is een man die al eventjes niet meer in het huis had gezeten, maar dit jaar, heel even in 2 woorden, hoe heb jij het ervaren dit jaar in jouw eigen Twente? Als een achtbaan. Waanzinnig. Als een waanzinnig. We gaan kijken hoe hard die achtbaan ging. Is er iemand die weet je pakken bij de Brimbus? Of is Brimbus? En daar moet veel geld op halen. Nou, dat waren we wel een paar jaar. Ik heb al 6 miljoen op de bank zo. Zowat voor kerstmis. Veel minder mooi. Zo geen zin. Op onze bank voor kerstmis. En dan houden we daarin. Het is een lange lid. Ik ben de wens, wat veel meer doen, op mijn afgelopen. Yo, kappers, what I am, and I want to say, oh my god. Wat een mooi moment. Ik zeg er nog maar even: Michiel Veenstra, de man die Will I Am in het zonnige Californië gewoon gewoon liet zeggen. En over episch gesproken. En over episch gesproken kom ik bij de laatste terecht. Giel Beelen, hoe is jouw week geweest? Ja, dit was er echt eentje. En dat, ja, vanaf het begin het einde. Vanaf het begin het einde, kijk maar hoe het gegaan is. DJ zitten daar, roep alles even een boodschap naar. Boodschap!